Hallo, hallo. Ik moet eens kijken wat er hier allemaal ligt. Dat zijn keiveel peren en ik heb er al heel veel weggedaan. Gewoon maar om te zeggen dat ik de laatste weken af en toe toch wel mijn peren heb gezien. En gisteren voelde ik zo van, fuck maat, ik ben nog nooit zo moe geweest. Ever. En morgen, vandaag dus, heb ik opnames en overmorgen, kei cool. Hoe ga ik dat trekken? Maar deze nacht echt keigoed geslapen. Ik voel me uitgerust. Ik ben me misschien nog een beetje aan het wakker worden, zoals je kunt zien aan mijn gezicht. Maar een goede zonneke, een goede ontbijt. Ah, wauw. In between opnemen in de studio. Verschillende nummers. Ik heb al wat opgenomen. En andere dingen ga ik op een andere manier afwerken. Maar vandaag solo werk dat ik ga oppakken. Met de piano en mijn stem een beetje. En morgen viool en cello. Met Wouter en met Edwin. Dus ik kijk er enorm naar uit. Dat wil ik gewoon even in een korte nieuwsflash zeggen. En hier ziet je spontane pompoenen groeien. Dus maar gewoon om te zeggen dat er naast peren ook pompoenen zijn. ik hou echt wel van pompoenen. Dus vind ik wel fantastisch dat er zo drie mooie, prachtige pompoenplanten groeien. En dat doet mij ook wel aan assenpoester denken. Dus voilà. Tot zover deze nieuwsflash en tot gauw met meer info over de studio zelf en de opnames en etc. Ik ga me amuseren vandaag en morgen en nog een goed weekend, hè. Bye bye.